Peter heeft het al eerder uitgelegd. Het waterbedrijf beheert zijn terreinen niet alleen als natuurgebied omdat ze dat belangrijk vinden, maar ook uit gezond eigenbelang. Want zo probeert het bedrijf te voorkomen dat verontreinigingen het grondwater bereiken. En daarom worden de WMD-terreinen ook zelden verpacht voor agrarisch gebruik. Al komt daar wel een beetje verandering in, maar ook dan staat het belang van het grondwater voorop. Ze stellen we Salesia. Ja, dat is met meststoffen, dus niet te veel mest. En geen bestrijdingsmiddelen, maar dat gebruiken we niet. We zijn biologisch dynamisch akkerbouw- en pluimveehouder, dus dan is dat niet voor ons. En geen kunstmest. Kees Seibenga pacht hier bij Bijlen een stuk grond waar hij rogge op kweekt. Rogge teelt zie je niet vaak, maar voor dit soort situaties is het heel goed. Nou, rogge levert natuurlijk niet heel veel op, qua kilo's niet, qua prijs niet. Dan kun je beter naar gerst gaan of naar tarwe. Maar rogge is wel een mooi gewas voor de grond. We zeggen het is lang, komt weinig onkruid onder, kan ook goed onkruid onderdrukken en weinig last van ziektes. Gezond gewas. Seibenga gebruikt de rogge voor zijn kippen, maar het zou mooier zijn als er brood van werd gebakken. Is dit nou voor een boer wel interessant om te doen? Nou, interessant. Ik denk meer als het de humane kant op gaat, dat het interessanter wordt. Kun je dan weer Nederlandse rogge gaan eten. Er zijn roggebrood of andere producten, dat zou heel mooi zijn. Ik vind dat moeten we al veel meer gaan doen. We zijn al druk met de boekweit bezig om dat in de winkels te krijgen. Dat is ook een uitdaging, maar ik heb wel goede hoop dat dat gelukkig gaat. En het is ook mooi als met rogge of andere producten wat hier in de regio komt, dat het weer in de winkels komt. Dat men dat gaat eten en niet dat het ver weg komt.